In het kader van de introductieweek van de Fontys Eindhoven is het klokgebouw deze week getransformeerd in de Fontys Purple Herberg. Zo'n 1850 eerstejaars studenten brengen daar 4 nachten door. Verspreid over 3 grote en 1 kleinere zaal heeft de onderwijsinstelling honderden stapel en andere bedden neergezet. In de wijde omtrek is geen stapelbed meer te krijgen, zegt Romy Kennis, de projectleider bij Fontys. Onze leverancier heeft ze overal en nergens vandaan gehaald. In Nederland en België.